E televidente, nós estamos back, maneira nós bisavo na início de nosso programa. Nós estamos na nossa parque tropical, aqui na Cossau, nos Dirtan, Curaçao Zoo. Pero é constante seguir e will não de nossa comunidade seguir informação também, mas chega até caminho a botar. Então, agora que nós temos prazer para nós por sinta conversar, uninan, nota onbekende gezicht para nós, para nós seguir papi com ele, via passar com ele, começar com ele, handelsmessie, ele, se sua handelsmessie aqui no Cossau, dus ete back, pero a ela vem com um par de cabelos, não, plus one, plus two, botei plus four, aí a banda, né, em que sale on camera, pero ete, é um quase aí a ué, pero nós felicitamos. Aqui, então nós temos nosso amigo Silvino Seymour, of zijn papje mens. Hoe gaat het? Goedemorgen. Welcome back. En we hebben ook samen met ons, we hebben Mark van Straten en we hebben ook Galit Nakiel. Samen met ons gaan we straks met jullie praten, maar ik ga eerst bij Silvino beginnen. Vertel, jullie zijn terug. Dus blijkbaar is het heel goed gegaan de eerste keer of laatste keer. Klopt, de laatste keer is het heel goed gegaan. Dit is inmiddels de vijfde keer dat we de handelsmissie organiseren met ondernemers vanuit Nederland en Suriname. En we dachten ook bij onszelf van wat is het beste om natuurlijk te laten zien. Twee ondernemers die in Nederland succesvol zijn en hier op Curaçao business willen doen. Maar jullie hebben je had een soort wereldtour, want je ging naar Aruba, je ging naar Bonaire ook. Bonaire volgende week, We hebben een congres volgende maand. Zaken doen met Aruba, Curaçao, Nederland en Suriname. In Paramaribo, Suriname. Waarbij we ondernemers uitnodigen vanuit de vier verschillende landen. Dus vorige week waren we op Aruba voor het congres of informatiebijeenkomst. Zaken doen met Suriname. En volgende week op Bonaire dezelfde bijeenkomst, zaken doen met Suriname. Top, top. Maar eerst Curaçao. Ja, hey. Ja, eerst Curaçao. Oost best, thuis best. Jouw tweede huis. Maar ik moet vragen, voordat ik naar Galit ga, vertel, vergeleken met vorige keer en nu, wat waren een paar nieuwe ideetjes die te woord kwamen uit deze handelsmissie? Ja, vooral met deze handelsmissie, dat is de reden dat we de heren hebben meegenomen. Galit heb ik vorig jaar ontmoet en een paar maanden geleden belde hij me en hij zei, Silvino, ik wil iets doen op Curaçao. Fantastisch. We hebben twee afspraken gehad en soms is het toeval, maar soms is het niks is toeval. Dat is het. Niks is toeval. Toevallig kwam er een bericht waarbij Curaçao aangaf dat ze 31.000 streetlights willen gaan renewen. En met name gericht op smart cities. Dat is een buzzword. Smart nation. Dus toen zei ik de heren, kom voor de eerste keer naar Curaçao en jullie gaan genieten. Fantastisch. Galit, welkom. U bent van The Next Thing. Vertel ons een beetje over The Next Thing. En over deze handelsmissie. Eerste keer op Curaçao. Bombini, welkom. Hartelijk dank. Een beetje in de microfoon praten. Overigens ben ik niet voor het eerst. Ik heb banden ook met Curaçao. Familiaire banden. Dus het is thuiskomen. Welkom thuis. Hartelijk dank. De Next Thing Group is opgericht om bedrijven te helpen met een strategie eigenlijk uit te voeren. We hebben een technologie bedacht samen met Management Consulting. En die samengebracht om eigenlijk bedrijven hun doelstellingen goed in de gaten te houden en tijdig bij te sturen. Fantastisch. En tijdens deze handelsmissie was ook bij op Aruba? Of alleen Curaçao? Dus vertel, wat heb je gemerkt hier op Curaçao? Want ze zeggen, nu is de economie een beetje aan het slapen. Dat is als Sleeping Beauty, hè? Ja. Dus we moeten toch... Absoluut, absoluut. Maar jullie zijn al bezig. Jullie zijn druk bezig om een smart nation te worden. Aha. Door middel van smart cities op te zetten. Curaçao is... wat dat gaat... Oh, excuse. ze worden gek. Waar was ik gebleven? We zijn bezig met de technologie, Smart City. Smart City, dit is de juiste periode om eigenlijk te investeren op Curaçao. Je kan niet investeren wanneer de economie goed gaat. Dan ben je te laat. Je moet op het tijdstip binnenkomen wanneer het eigenlijk minder komt. Om juist te helpen opbouwen, deze Smart Nation eigenlijk omhoog te helpen. Dus dat is de bijdrage die we willen leveren. En ik denk dat inderdaad, zoals Silvino net zei, en u ook terecht,
Niks is toeval. Ja. Dit is het juiste moment. Fantastico. Het is evident dat we conversando met de personen die 10 en 9 kaken van die 5 bia, dat we een part van een tremendo handelsmissie contactie negocie entre Corsol, Suriname, Hollanda, Nambai, Aruba, Otrosimang, Bonaire, Standby. We conversando met Silvino, Khalid, en totaal met Mark van Straten. De Mark van Straten is die Strapitec. En toen we conversando met de mensen die batende e buzzword smart city, smart, smart. Tu costa bira sabi hoy en día no telefoon zo. Dus Mark, goedemorgen, welkom. En vertel ons, leg ons een beetje uit, wat is een smart city? Want het is een soort buzzword de laatste jaar. Ja, nou een smart city is dat je eigenlijk je stad gaat controleren. Mm-hmm. Je gaat weten wat daar gaat gebeuren. Maar daar moet je wel een bepaalde basis voor aanleggen. Ja. En een goede basis daarvoor, hè, want dat is eigenlijk al geïnstalleerd, dat zie je over de hele wereld, is je verlichting. Mm-hmm. Je hebt masten staan in de straat, er is verlichting. Nou, heel veel steden over de hele wereld zijn bezig met de verlichting te vernieuwen, mm-hmm. te verduurzamen. Ja. Daar gebruiken ze LED voor. Mm-hmm. Dat is ook beter in de operatie, dat is voordeliger. Maar je hebt daarmee gelijk de basis voor een slimme stad. Ja. Je kan daar de sensoren aan koppelen, de camerasystemen. In Nederland zijn er al enkele projecten gaande, mm-hmm. daar zijn we het dan aan het uittesten. Nou, wij hebben een ontwikkelbedrijf van LED-verlichting mm-hmm. armaturen, die maken we zelf. En die assembleren we en die zetten we weg bij Nederlandse gemeentes. Ja. En eigenlijk willen we dat ook proberen op Curaçao. Mm-hmm. Hè. We weten dat er een grote tender speelt. Ja. En wat wij zouden willen proberen is dat we hier ook armaturen gaan assembleren. Mm-hmm, mm-hmm. En dat geeft werkgelegenheid voor de komende jaren voor heel veel mensen. En dit is een zo'n voorbeeld? Dit is een armatuur, okay. hè, die wordt in de straat gezet. Daar kunnen we zeg maar de slimme oplossingen mm-hmm. inbouwen. Maar er zijn ook heel veel andere armaturen in ons programma, mm-hmm. ook ons niet allemaal meenemen. Maar dit is één voorbeeld ervan. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar klikt het een beetje bij de mensen? Want jullie, ja, Khalid, je bent eerder hier geweest. Ik weet niet of dit is. Oké, welkom. Bombini voor jou dan. En Sylvien is al vaker geweest. En jullie weten hoe. Ja, de cultuur hier een beetje is amper nu, de laatste 20 jaren durven geen woord te zeggen met onze buurman of buurvrouw. En nu worden smart city controle, sensoren en ja. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen misschien dagen, willen we dat niet zo, vinden we niet nee, zo lekker in de Caribisch Curaçao, cultuur. Nee, mensen op Curaçao zijn heel erg okay. open. We zijn zondag gearriveerd en we hebben al hele goede contacten gelegd. En mensen zijn heel open, mensen op Curaçao willen verder. Okay. Ja, dat kan je heel goed zien. En jullie hadden ook netwerk eventen en hoe ging dat? Heel goed. Daar hebben we goede contacten uitgehaald. En we hopen nog veel mensen te spreken de komende dagen. Nee, fantastisch. Heel erg goed. Ja. Fantastisch, Khalid. Ja, het is heel belangrijk op Curaçao om via het hart eigenlijk binnen te komen in plaats van via de hersenen. Die komen later wel. Ja. En dat is in Europa anders. Het is anders zaken doen. Je gaat eerst via de hersenen en dan kom je vervolgens in het hart. Dat is net iets anders. Mm-hmm. En dat is fijn werken op zich. Ja. Dat ligt ook dicht bij me. Dus wat heel erg gaaf is. Nou, jullie begrijpen het allemaal, dus jullie mogen blijven. Ja. Dus dat is goed, dat is goed. En dan heb ik het laatste woord voor jou, Silvino. Vertel ons, het was 1 oktober en andere evenementen, network events 2. Na vandaag, morgens 5, 6, wat gaat er verder gebeuren? Nee, wat we vooral, laten we zeggen, in gedachten hebben, is om zoveel mogelijk Curaçaose bedrijven mee te nemen naar Suriname van 13 tot 15 november. Mm-hmm. Omdat we geloven in de samenwerking tussen Curaçao en Suriname. En als een economie slaapt, Sleeping Beauty, dan heb je mensen nodig die het ontwaken. En ik denk dat de Curaçaose bedrijven dat heel goed kunnen doen in Suriname en met Surinamers. Maar top. Succes. Dank je. En bedankt voor het komen hier in onze Parque Tropical. Jullie hebben de Bendy Song meegenomen, want het begint weer te regenen. Televidente. Bon timing. Mama Naturaleza está perfecto. Paso esa aku. Meri ahora que vos antico vai un pausa comercial para llamar turgene. Danke que estás en el programa que posible. Entonces ahora que nos vai un pausa comercial. Ahora nos regresa. Claro, nos tiene bien invitado. Nos tiene nos party, nanko, nos tiene cocina, nos pese, nanko, turecena. Entonces te vai vir algo top. No vai nenhum caminho.